Hallo allemaal, welkom terug bij die Independent Fools. Ik ben Taco en dit zijn tien dingen die je waarschijnlijk nog niet wist over Minecraft. Als je twee deels gebroken items in een crafting table combineert, krijg je een item wat de twee durabilities van allebei de items bij elkaar heeft. Stonemen gaan dood door regen, net zoals Enderman. Dit gebeurt ook tijdens het snijden. Een speler die in water staat, zal zien dat de portal waarmee je naar de Nether travelt verdwijnt. Een player die rent, zal zien dat als hij een pating kapot maakt, dat hij er twee in zijn inventorie krijgt en ze ook alle twee zou kunnen plaatsen. Health Slaps, die aan de bovenkant van een blok staan geplaatst, zorgen voor Lightning Bugs. Het plaatsen van een Glowstone blok over een actief redstone circuit zorgt ervoor dat je niet ziet dat het redstone circuit is aangesloten, maar dit blijft wel aangesloten. Het bereiden van een Baby Pick zorgt ervoor dat het net alsof lijkt dat de player boven de Baby Pick zweeft. Rechtermuisknop klikken zorgt ervoor dat de actie nog steeds wordt uitgevoerd, al ga je op een zadel zitten. Tijdens het slapen in een bed kun je nog steeds blokken om je heen plaatsen en je kan ook nog steeds om je heen minen. Het plaatsen van blokken en redstone repeaters, zoals je hier ziet, kan ervoor zorgen dat je door de grond heen zakt. En dat waren ze alweer 10 glitches, bugs, dingen die je nog niet wist van Minecraft. Geef een groen duimpje en uh, vergeet ook niet te abonneren hierboven. En uh, dan zeg ik verder een dikke doei.